Kijkers, even eraf kregen op dinsdag 29 september van onze vaste donateur die maandelijks levensmiddelen in bulkvorm aan ons doneert. Wederom goederen om aan de mens in nood terug te doneren. Van deze levensmiddelen zijn er een aantal pakketten gemaakt en verdeeld. Bij de distributie ziet u ook de overhandiging van incontinentiemateriaal van de verschillende donateurs. Wij gingen eerst op bezoek bij Soraya Jacobussen en dan volgt de rest. Kijk en luistert u maar mee. We zijn wederom bij Soraya Jacobussen. Soraya heeft ons gebeld als wij haar kunnen helpen met wipes wilde je hebben. Ja. En we hebben een partij inkoopmateriaal voor je gebracht. Ja. Dus we hopen dat we je voor een tijdje hebben kunnen helpen. Daarnaast hebben wij ook van vaste ondernemer die ons maandelijks voedselpakketten doneert, dat hebben wij ook voor je gebracht. Nou, Soraya, ik zou zeggen, maak er flink gebruik van. Mama zal alles voor je voorbereiden. Ja, meneer Vismare, dank u wel. En ik bedank die donateurs ook voor die pampers en die voedselpakketten. Hoe gaat het verder met je? Het lukt met God wel, meneer Vismare. Is er iets bijzonders dat Soraya nodig heeft? Ja, dingen als een ziekenhuisbed, als het gaat lukken. Ik moet eentje hebben, denk ik, boy, maar het is niet eentje die beweegbaar is. Zou dat ook goed zijn? Het moet beweegbaar zijn. Ja, het is forcerend toen ik zo zit. Ik doe mijn best. Ja, maar ik vind het maar. Je hoort dat Soraya is op zoek naar een ziekenhuisbed. Ik heb wel een, maar die is niet goed. Moet wel opklapbaar zijn. En ja, ik ken ze. Ik had 2 gedoneerd aan huizen. Asiana, maar die zijn niet opklapbaar, heel moeilijk mee om te gaan. Maar als u eentje heeft die goed opklapbaar is, dan kunnen wij Soraya verrassen. Nou, ons dank is groot als u ons daarmee wilt helpen. God bless. Ja, als u een andere keer komt, als u lekkers voor me gaat brengen. Wat voor lekker? Wat u wil, misschien een papaya soep of een McDonald's. Hé, hey, je wil hoog vliegen. Wat u wil, kunt u voor me brengen. Oké, een papaya. Ik ga een papaya brengen en een McDonald's voor. Eén keer een papaya, andere keer een McDonald's, ja? Meneer Abdul, van onze vaste donateur. We krijgen maandelijks van hem levensmiddelen. Voor alles wat eigenlijk in een levensmiddelenpakket behoort. Hebben we eentje voor u gebracht. Dus hopende dat u het goed zal gebruiken. Oké, nog bedankt. Ja. U moet vandaag naar de dialyse zijn. Ja, daar moet ik gaan. Mijn oom komen zo halen. Ik wacht op hem. Donateurs en ook aan meneer Vismalen en jullie ook natuurlijk. Okay. Ja, het heeft me wel heel prettig gedaan dat jullie me nog denken. Ja, zoals altijd. Maakt u goed gebruik ervan? Ja, zeer zeker. Ja. We zitten bij mevrouw Linda. U ziet het, we hebben wat inkoopmateriaal voor mevrouw Linda gebracht en ook een levensmiddelenpakket, dat hebben wij gekregen van een ondernemer die anoniem wenst te blijven. Nou, mevrouw Linda, ik zou zeggen, maakt u goed gebruik van wat voor ik. Zeker, meneer. Zeker, ik heb dit vooral nodig. Je vindt dit materiaal niet zo makkelijk hier. Nou, dat hebben we gekregen van onze vriend Ruud Klint. En Rita en het haalde je uit Nederland. Dus, ik ben er echt dankbaar mee. En ik zou zeggen, doet u uw werk en u zult het succes op uw pad zeker krijgen. Amen. Jawel. Mevrouw Lena Peter,
We hebben van een donateur van ons een levensmiddelenpakket voor u gebracht. Maar bij het naar binnen komen hoorde ik u praten over dat het niet zo goed met u gaat. Wat is er precies aan? Het gaat niet met me precies niet goed, want ik heb 3 jongens. De ene is bij mijn tante, ik heb 2 bij me die naar school moet gaan. Ik kan geen schooldingen kopen. Ik krijg 3,25 van 21. Van dit maand 21 tot die andere 21. Het kan niet. Ik moet water betalen, ik moet licht betalen, ik moet eten kopen met die 3,25. Dat gaat niet helemaal met me. Ik vraag mensen als ze me kan helpen om schooldingen voor die kinderen van mij te kopen. En een telefoon, al is het niet een iPhone, een kleine Belgo, dan ben ik tevreden. Dat is uw oproep naar de gemeente? Ja, dat wil ik vragen. En ook mijn water, en niet dat ik water leiden, mijn water voor me dicht kan komen maken, want ik kan geen water betalen. Ik heb geen geld. We hebben niet veel voor u gebracht, een pakket, dit is van een donateur. En ook een envelop, een kleine ondersteuning heeft meneer Vismalle voor u gestuurd. En hopende dat u dit alles nuttig zal gebruiken. Ja, dankjewel, want lang heb ik geen geld bij mijn hand gehouden. Dat zegt ik veel. Oké, laten we een oproep doen. Als een donateur naar dit programma kijkt, laten we hopen dat u... Dat men reageert hierop en dat hij sowieso gaat komen. Die kinderen van school, kijk, een uniform van die jongen kost 65 SRD. Ik kan het niet betalen, maar hij gaat wel naar school gaan. Ik ga hem wel zo sturen naar school, maar ik kan die uniform niet kopen. Welke klas het, hè? Hij is pas naar de lage Vriebel gegaan. Die tweede van me is naar de eerste gegaan. Ik kan geen schooldingen kopen. Ik weet niet hoe ze maandag naar school gaan. Maar ik ga bij juffrouw gaan, ik ga juffrouw even vragen, laat ze een plaats voor ze houden. We zijn wederom bij de familie Sardio, waar wij een levensmiddelenpakket hebben gebracht, even 12 brood en wat inkoopmateriaal. Hoe gaat het verder, meneer? Ik heb een pijn om te voeren. En mijn hart is mijn nek hernia. Na vrouw schreef ik nog wel een pampers. Ik heb moeite om bel meneer Vismalle. Want ik heb een pampers, ik heb geen eten drinken. Want dan moet ik wat terugschrijven, als mijn hart is, plus een vrouw moet ik wat terugschrijven. Oké, okay, voorlopig met je genoeg eten drinken, Sanikonji. Pampers met je genoeg geel. En dan met je aan 10 breden voor 1 voor 12. Dus mijn hoop dat u maar even een small look-up programma doen, een donatie, dat we komen bakken. Ja, meneer, dank je wel voor alles en voor deze, voor iedereen. Voor meneer Vismalle ook. Ja, dank u wel.